Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Julia en ik ben de Dutch Knitter. Vandaag op een andere plek dan mijn keuken. Want ik dacht, kom, laat ik naast onze kerstboom gaan zitten. Jazeker, dit is onze kerstboom. Wij hebben al, denk ik, 5 jaar geen kerstboom meer gekocht. Omdat vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Maar je wilt natuurlijk wel een beetje de gezelligheid. We hebben de afgelopen jaren eigenlijk een hele mooie rotanboom. Die een beetje zo in de... Die op een stang zit, een heel mooi rood dan, echt in de vorm van een boom. Wel heel groot. En dit jaar hebben we een nieuw alternatief gekocht. Het is misschien een beetje een kaal boompje, maar ik vind hem eigenlijk door zijn eenvoud heel erg leuk. Dus ik dacht, kom, ik ga bij onze kerstboom zitten en vandaag het filmpje opnemen. Ik wil heel graag iedere 3 weken een video opnemen, maar soms komt het er niet van door omstandigheden. Of dat ik gewoon te druk ben met mijn werk of met privéomstandigheden. Dit keer was het omdat ik vorige week had een coloscopie. En dat ging allemaal prima. Maar een paar uur daarna kreeg ik koorts en heel veel pijn. En dat heb ik een paar dagen gehouden. Dus om een lang verhaal kort te maken, toen kon ik geen filmpje opnemen. Want ik had gewoon te veel pijn. Ik lag vooral op de bank. Ik kon niet eens breien. Kun je nagaan. Kon niet eens breien. Ja, als ik niet kan breien, dan word ik niet happy hoor. 15 december was ik in Dordrecht. Rebel with a Twist. De eigenaresse Alexandra, die organiseert regelmatig uitjes. Dan ga je met een rondvaart ga je door het centrum van Dordrecht varen. Daarna ga je bij haar in de wolwinkeltje. En dan heeft ze allemaal gezellige borrelhapjes had ze staan. Dat hebben we de 15e gedaan. En we hadden ontzettend geluk dat het 's avonds niet heel koud was en dat het niet regende. Want de boten waren redelijk open. Er waren 2 bootjes. Ik denk dat we ongeveer met 30 mensen waren. Ik heb ze niet geteld. Ik heb wel wat dingen gefilmd. Dus die zal ik ook laten zien. Of die heb ik al laten zien. Dat weet ik nu nog niet precies hoe ik dat ga editen. Maar of ik laat het zien aan het begin van mijn filmpje. Of ik laat het aan het einde van mijn filmpje zien. En dat was heel erg leuk om daar een keertje bij te zijn. Ik had er al verschillende mensen over gehoord. En heel erg leuk om allemaal nieuwe mensen te zien. Sommige mensen die kenden mij van mijn filmpjes. Natuurlijk ook heel erg leuk om jullie te ontmoeten. Het voelt ook wel een beetje vreemd. Want ik zit hier gewoon in mijn woonkamer filmpjes op te nemen. En ik ben gewoon Julia. En ik heb nou niet het idee dat er zoveel mensen naar kijken. Maar onderhand zijn het al ruim over de 1000 mensen. Die geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ook wel bijzonder. En ook wel een beetje een gek idee. Soms word ik er ook een beetje verlegen van. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ik ben ook nog steeds heel erg dankbaar voor alle lieve en leuke reacties die ik altijd maar weer onder mijn filmpje krijg. Dus dat is echt heel erg fijn. Het is vandaag 22 december. We staan aan de vooravond van kerst. Dit is mijn laatste filmpje van dit jaar. Jullie horen waarschijnlijk wat getik. Wij hebben hierachter is een veranda. Ik weet niet of jullie lampjes kunnen zien, maar we hebben lampjes hangen. Die hangen een beetje bij de ramen. En doordat het waait, tikken ze soms tegen de ramen aan. Mijn excuses daarvoor, als jullie dat een vervelend geluid vinden. Maar ik kan nu niet die verlichting gaan weghalen. Afijn, terug naar Dordrecht. Dordrecht is niet naast de deur, zeker niet als je nog een file moet trotseren. Maar het was de moeite meer dan waard. Echt heel erg leuk. En ik vind het ook leuk, dit soort uitjes. Ik ga binnenkort weer in het nieuwe jaar, in januari, weer wandelen met Evelien. En ik ga ook weer naar de ontmoetdag van Truida. Dat is de 2e keer dat ik ga. Dus wie weet kom ik jullie daar tegen. En ik zag ook... Het klettert wel heel erg, hè? Nou ja, het waait ook best wel. En ik zag ook dat er in januari is er een handwerkbeurs in Houten, volgens mij. En ik denk dat ik daar ook naartoe ga. Vind ik heel leuk. Maar ik denk wel dat ik de donderdag daar naartoe ga. Want ik denk dat het vrijdag, zaterdag en zondag heel druk wordt. Dus ik denk dat ik maar een extra vrije dag ervoor ga opnemen.
lijkt me heel fijn en heel leuk om even rustig rond te kunnen lopen en op mijn gemakje even te kunnen kijken. Dus wie weet kom ik een van jullie daar wel tegen. Als je me ziet, spreek me aan. Vind ik hartstikke leuk. En dan zien we elkaar misschien. Steeds weer terug naar Dordrecht. Ik spring een beetje van de hak op de tak vandaag. En toen we klaar waren met de rondvaart, gingen we terug naar de winkel. Had Alexandra hele lekkere vegetarische borrelhapjes staan. En ja, dan kom je in haar prachtige winkel. Ja, een paradijs. Een wolparadijs. Maar ik heb helemaal geen wol nodig. Ik heb best veel wol gekocht de afgelopen maanden. En ik brei helemaal niet zo snel. En ik kan ook helemaal niet heel veel breien, omdat ik gewoon veel werk ook en minder vrije tijd heb dan voorheen. Dus ik heb eigenlijk veel te veel wol. Maar dat is helemaal niet erg, want het zijn allemaal hele fijne wolletjes, de meeste. Ik heb wel wat wol verkocht, want ik ben er wel achter gekomen. Ook truien die ik zelf draag, zijn toch meestal van zachte wol. Nou heb ik wel bij Alexandra. Sorry voor dat gekletter op mijn ramen. Bij Alexandra heb ik wel wol gekocht. Ook wel 100% pure wol. Maar zij garandeerde me wel dat deze wol een stuk zachter wordt in de was. En ik vind pure wol voor sommige truien natuurlijk wel heel mooi. Dan draag ik er wel wat onder. Maar ik merk toch wel dat mijn voorkeur gaat uit naar zachte wolletjes. Dus ik denk wel in de toekomst dat ik me meer op de zachtere wolletjes zal focussen. Dat denk ik nu. En misschien doe ik dat wel helemaal niet. Want denk ik, oh, dat wil ik toch wel een keer proberen. Ik weet het niet, maar dat is in ieder geval wat ik nu denk. Dus, in dit hele leuke tasje, hè? Van Rebel with a Twist. Ik vind dat zo'n leuke naam voor een breiwinkel. Er staat ook achter Rebellious Knitter. Rebellious Knitter. Dat ben ik wel een beetje. Ik vind het wel leuk om een beetje te rebelleren. Toch? Allereerst heb ik gekocht superleuke wol. Deze wol heb ik gekocht van Knitting for Olive. Knitting for Olive. En dit is de Merino die ik heb gekocht. En dit is de Soft Silk Mohair. En hier ga ik voor mijn kleinzoon de Baby Bear Bonnet van Petit Knit van maken. En als je bij Alexandra deze twee wolletjes koopt, dan krijg je het patroon er gratis bij. En ik zag dat mutsje in de winkel liggen. Ik dacht, ja, die ga ik voor mijn kleinzoon maken. Ik vind dat zo leuk. Dus die gaat de komende tijd zeker op de naalden. Ja, verder in haar winkels heeft zulke mooie wol. Echt geweldige wol. Ik zag daar ook hele mooie zachte wol. Wat was dat nou ook weer? Eco Baby of zo. Was zo zacht. Maar die heb ik niet gekocht, want wat op mijn wensenlijstje staat, een patroon die ik al heb, dat is de Ingrid. De Ingrid. Is de Ingrid sweater van Petit Knit. En die ga ik natuurlijk weer in het wit breien. Ik hou heel erg van lichte kleuren, van lichtroze, van beige en van warme tinten. Dus ik hou ook wel van bruin, maar dan van warme tinten bruin. Ik hou niet heel erg van koele tinten. Ik heb gekocht voor de Ingrid sweater van Isager Jensen Yarn. Jensen, deze. En het is 100% puur nieuw wol. 100 gram, 250 meter. Hand wash cool, leaf red flat to dry. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik gewoon al mijn wollen truien in de wasmachine op het wolprogramma was. Dat ga ik met deze ook doen. En dat is nog nooit fout gegaan. Zelfs mijn cashmere truien die gaan erin. En dat gaat prima. Dus ik ben heel benieuwd. Het voelt wel robuust. Maar het voelt niet heel erg prikkelig. Prikkelig? Prikkig? Het voelt niet heel erg. Nee, het voelt ook wel zacht. En dat voor 100% pure wol. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het ook wel een beetje eng om de Ingrid sweater te gaan maken. Omdat het ziet er best wel ingewikkeld uit. Maar ja, ik ben Pippi Langkous en ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan.
Dus we gaan het zien. Maar deze wol vind ik heel mooi. Ik hou zo van wit. In ieder geval een beetje gebroken wit. In mijn kleding om te dragen. Dat kan je ook zien in dit schattige blouseje wat ik aan heb. Ik hou ervan. En ik kijk er heel erg naar uit om die trui te gaan maken. Maar ik ben eerst met een andere trui bezig. Ik heb al best wel wat patronen en wat wol liggen voor een aantal truien. Maar ik wil deze wel deze winter gaan breien. Oh, de kleur is trouwens 0. Het lot, zeg maar, het bad waarin het gewassen wordt, het kleurbad, is 32,61. Hele mooie wol. Kijk ook vooral op de website van Rebel With A Twist. Ze heeft echt prachtige wol. En als je kunt, ga langs in Dordrecht. Want het is ook zo'n leuk stadje. Het binnenstadje van Dordrecht, ja, ik vind het heel idyllisch. Ik ga zeker nog een keertje terug. Dus ja, heel erg leuk. Heel blij mee. En er vallen mijn wolletjes op de grond. Heel blij mee. En ik kan eigenlijk niet wachten om al die leuke projecten te gaan maken. Maar natuurlijk ga ik eerst wel het babymutsje voor mijn kleinzoon breien. Dan heb ik een project af. Dat heb ik niet meer in mijn bezit. Laat ik wel even wat foto's zien. Ik heb ook een foto gepost op mijn Instagram. Ik heb dat aan mijn schoondochter gegeven. Dat is het Hildegard vestje van Mooi van Draad. Ik heb hem in de kleur taupe gebreid van Durable Chunky. Chunky, Durable. Nou ja, Durable Chunky wol. Was hele zachte wol om mee te breien. Ik vond hem ook een beetje, soms een beetje heel erg zacht, dat hij gewoon bijna uit elkaar viel. Zelfs toen ik de draad, zeg maar, ging wegwerken, af en toe had ik gewoon een los stuk. Het was net een beetje ongesponnen wol. Ik heb dat ook, Plutoloop heb ik wel eens gezien. Heb ik ook gehad. Dat heb ik zelf verkocht, omdat ik dat geen echt te ruwe wol vond. Maar daar had ik een klein stukje mee gebreid. En dat, ja, dat kan je zo uit elkaar halen. Omdat het zulke zachte wol is. En dan kan je ze helemaal in elkaar draaien. Dan kan je er gewoon verder mee breien. Dat was met deze Chunky van Durable ook zo. Hele zachte, fijne wol. Nou, mijn schoondochter wilde niet de bloemetjes geborduurd erop hebben. Ze is zwanger en ze vond het ook wel leuk omdat we met wat gekleurde kleding te dragen. En als je natuurlijk dan die bloemetjes erop doet, dan is het wel heel erg kleurbepalend. Als je heel veel effe dingen draagt, is dat heel leuk. Maar ik denk wel, als je heel veel, als je graag een patroontje draagt, dan is dat wat minder, kan je het wat minder combineren. Dus voor haar heb ik niet de bloemetjes erop geborduurd, maar ik ben voor mezelf, ben ik hem nu ook aan het breien. Want ik wil ook heel graag het Hildegard vestje hebben. En ik ben hem aan het breien in deze wol van Novita. Hygewol. En dit is ook 100% wol. Super chunky. Natural Collection Hygewol. En deze breien met naald, volgens mij zeggen zij, zelfs 10 mm. Maar ik brei met 8 en 9 mm. Dat is wat wordt aangeraden. Volgens mij Nienke heet zij van Mooi van Draad. Wordt aangeraden door haar en haar patroon. Deze wol is niet zo zacht als de Chunky Durable. Die is veel zachter. Deze is wat robuuster. Wat, ja, wat ruwer. Maar ook heel mooi. Ik vind wel, ik ben met de achterpan bezig. Daar heb ik dit van gebreid. Ik vind wel deze wat meer gelijkmatiger brei. Omdat die wat, ja, het is een wat stevige wol. Het is wat, hoe moet je het noemen? Ja, steviger. De Durable is natuurlijk zo ook heel erg vlassig. En die pluist ook heel erg. En dat doet deze minder. Dus het ziet er gewoon wat vastig uit. Maar het is wel minder zacht dan de Durable. Ik denk wel dat ik de Durable prettiger vindt qua hoe je hem, als je hem aanraakt. Ik weet niet hoe deze zal zijn als ik hem heb geblokt en gewassen. Mijn ervaring is wel dat het heel lang duurt als je iets blokt. Vooral iets van wol. Ja, logisch, je blokt alleen maar van wol, Julia. Maar ik was die Hildegard vestje van Durable aan blokken voor mijn schoondochter. En dat duurde echt wel 3 dagen voordat hij droog was. En ik had hem echt goed
Ik had hem gewassen, had ik mijn handdoek gelegd, die heb ik opgerold, daar ben ik op gaan staan. Dus er was al heel veel water uit. Ik heb vloerverwarming in mijn badkamer, daar heb ik hem opgelegd. En nog steeds duurde het 3 dagen voordat hij droog was. Die chunky die groeide ook wel een beetje. Ik denk dat deze wol minder groeit. Ik brei de maat extra large, omdat ik het gewoon leuk vind om een beetje een ruimte te hebben. En ik maak hem ook ietsje langer. Hij valt bij... Het patroon valt hier net op je broekriem. Ik wil hem iets erover hebben. Dus halverwege mijn billen, zeg maar. Nou, niet halverwege, maar net boven mijn billen. Dus superleuke kleur. Je ziet weer een zachte kleur. Ik hou gewoon heel erg van zachte kleuren. En ik heb er niet zo heel veel aan gebreid de afgelopen week. Omdat ik met een ander projectje nu bezig ben. Wat ik je zo laat zien. Waar ik meer tijd aan besteed. Maar ik vind het wel heel erg leuk om dit vestje te breien. Ik twijfel zelf ook of ik wel het op ga borduren. Ik denk het wel, ook omdat ik het gewoon wil. En ik kan er gewoon witte blouses onder dragen, die ik heel graag draag. Of een witte trui, of een beige. Ik heb er wel wol voor om erop te borduren. Ik ga het zien. Ik vind het ook wel spannend om te gaan borduren, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ook daarvoor geldt, dat gaat vast wel lukken. En voor degene die niet weten hoe het eruit ziet. En het is precies dezelfde wol die zij in dit patroon ook heeft gebruikt. En ja, helemaal mijn ding. De kleurtjes van de bloemetjes, daar heb ik andere kleuren voor gekozen. Daar geef ik dan weer wel mijn eigen touch aan. Dus je ziet, bij haar valt hij dan een beetje tot hier. Ik wil hem ietsje langer maken, niet veel. Echt heel leuk. Leuk. Heel leuk. Leuk vestje, maar volgens mij echt iedereen maakt dat vestje. En met een reden, het is een heel leuk vestje. Volgens mij had ik nog niet gezegd welke kleur het is. Dit is kleur 504. Dan mijn volgende projectje. Dat is toch wel een projectje wat langer duurt dan ik had verwacht. En dat is het babydekentje wat ik voor mijn kleinzoon aan het breien ben. Dit heb ik ervan gebreid. Ik brei allemaal vierkantjes. Gewoon ribbelsteek. Kwam ik vorige keer ook niet op. Ribbelsteek. Dit is een beetje lichtbruin. Dit is beige. Dit is donkerbruin. Oeps. Dit is donkerbruin. Laten we zien. Donkerbruin. En in het... E. En in een ecru kleur. Dit zijn allemaal ribbelsteekjes. Ik brei gewoon, ik zet 30 steken op. En dan brei ik gewoon ongeveer tot 15 centimeter hoogte. En dan brei ik allemaal lapjes van. Die ga ik allemaal aan elkaar haken. En dan maak ik een babydekentje van. Ik weet nog niet met welke kleur ik het ga haken, maar ik moet voorlopig, ik ben bijna op de helft. Ik moet nog aardig wat vierkantjes breien. En dit is wel een heerlijk werkje, 's avonds bij de tv. Ik vind het heel leuk om te doen, maar hier ben ik vooral 's avonds mee bezig, want het kindje wordt begin maart geboren en dan wil ik het wel af hebben. Dus heel erg leuk. En ik brei deze met, eens even kijken. Ik brei deze met ontzettend lekkere alpaca wol. Dit is Drops Puna. Het is heel erg zacht alpaca wol. En echt heel, heel erg zacht. En ik brei deze op DPN's. Vind ik gewoon lekker. Kleine naaltjes. Deze van Knit Pro op 4 mm. En ja, wat ik al zei, het is een heerlijk televisiewerkje. Erg leuk om te doen. Wel meer werk dan ik had gedacht. Maar wel heel erg leuk natuurlijk om dat straks in het wiegje of gewoon mijn kleinkind erin te zien. Dus dat is het dekentje voor mijn kleinkind. Dan heb ik een start gemaakt met de Roots and Shoots sweater van Tati Luzak. En daar gebruik ik voor Holst Super Soft. Ik had besteld en ik kreeg deze enorme bollen.
kreeg ik. Want ik heb de hoofdkleur is beige. En de tweede kleur die ik gebruik is bruin. Dit is de kleur cinnamon. En dit is de kleur beige. Van de cinnamon kreeg ik wel van die kleine, heel mooi gedraaide bolletjes al. En van deze, ik heb twee van deze. Ik denk dat het misschien één zo'n bol genoeg is voor één trui. Het heet trouwens oatmeal. En het is lot 99646. En Holst Super Garn Super Soft is 100% wol. Ook dat, het voelt als wol, maar ook wel als een zachte wol. En het schijnt ook wel als je deze wast, dat hij heel zacht wordt. Nou, ik heb maar een klein beginnetje gemaakt met deze trui. Oh ja, en ik brei hem samen. Deze brei ik samen met Drops Brushed Alpaca. Heel zacht is dat. En daar brei ik het samen mee om wat meer. Want dit moet op 3 mm. En ik wil het graag op 4 mm breien. Want anders dan 3 mm brei vind ik wel echt een hels kawaii voor deze trui. Ik heb maar een heel klein beginnetje gemaakt. Even kijken waar ik dat enorme ding neerzet. Dus ja, ik kan het laten zien, maar het heeft eigenlijk nog niet zo heel veel nut. Dit is wel een heel schattig beginning of round. Een steekmarkeerdertje aan. Kijk dan, een schatje. Een engeltje. Dus ja, dit is eigenlijk wat ik heb gebreid. Ik ben eraan begonnen. Echt een heel klein stukje. Ik ben eraan begonnen. Je kan kiezen tussen een brede hals en een minder brede hals. Ik heb voor de brede hals gekozen, want daar hou ik van. Ik hou niet van als truien helemaal strak om mijn nek zitten. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen, want ik ben nog maar net begonnen en het is patroonwerken. En ik ben nu vooral met het babydekentje bezig en met het Hildegard vestje. En daarna pak ik deze op, maar ik wilde jullie toch laten zien, want ik was zelf ook heel erg benieuwd naar de holstgaren. En ik heb hem gewoon bij Holst zelf besteld. Kijk hoor. Hier, dit is dan, dit is zeg maar wat er omheen zit. Deze. DK. Hier kan je zien de kleur. En dat komt, Holst komt uit Denemarken. Ik heb het ook rechtstreeks uit Denemarken besteld. En het was er best vrij snel. Ik denk dat het er 8 dagen zo over heeft gedaan en tot ik het heb ontvangen. Dus heel netjes en heel fijn. En niet super dure wol. En goede kwaliteit, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe die uiteindelijk gaat uitvallen. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Dus als je zelf met Holst Super Soft hebt gebreid, laat het me weten in de reacties hoe jou dat is bevallen. En ook of die heel veel pilt, of het gewoon mooi opbreidt en fijn draagt. Ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar. Ik probeer anders te breien. Ik brei niet zo snel en ik vind zelf dat ik nogal krampachtig brei. Ik laat jullie hier zo'n filmpje zien van hoe ik brei. Ik heb geprobeerd om op de Norwegian stijl te breien. Dan pak je die draadjes zo op. Maar ik heb mezelf al sinds januari vorig jaar aangeleerd om mijn vinger een beetje op te tillen. Maar ik zou graag een manier vinden om wat sneller te kunnen breien. Want ik heb het gevoel dat het sneller kan, dat mijn techniek beter kan. Maar met mijn manier van breien, hoe hebben jullie dat ervaren? Want ik denk dat heel veel van jullie ook gewoon op rechte naalden is begonnen. En misschien brei je nog steeds op rechte naalden. Maar als je in de ronde bent gaan breien, welke manier van breien ben jij gaan doen en voelt voor jou het lekkerst? Is dat toch gewoon met je rechterhand en overslaan? Of is het toch met je linkerhand? Ik doe het wel met mijn linkerhand. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat doen. Dus laat het me vooral weten. Dan heb ik nog iets leuks. Ik zag bij Sunny Sinit, tot zijn tasje liet zien van hobbybags waar je je losse naalden in kan bewaren. Dit is een ontzettend handig en leuk tasje. En heel simpel eigenlijk, met allemaal hele mooie van die plastic dingetjes erin die je dan met zo'n schuivertje open kan schuiven. En ik heb dan, hier heb ik dan stickertjes krijg je erbij. Dus ik heb hier dan bijvoorbeeld 2,5 mm met een lange kabel, dus dat is 80 cm. En ik heb hier
shorties, 2,5 kort. En dan heb ik hier weer 3 mm lang, 3 mm kort. Enzovoort, enzovoort. 4 mm heb ik alleen maar kort. Dan heb ik het achter. Ik heb hier 5 mm kort heb ik hier zitten. En ik heb nog wat open dingetjes erin. Ik vind het een heel handig tasje. Dan heb je tenminste niet meer je losse breinaalden los liggen. Maar die kan je gewoon netjes in je tasje vinden. Heel erg leuk. En heel erg mooi. En ja, simpel maar heel mooi gemaakt ook. Heel blij mee. Dus hier is het tasje van Hobbybags, heet ze. Ik zal haar link ook hieronder zetten. Ik vind het gewoon heel leuk om reclame te maken voor mensen die dit soort dingen doen. En dan heb ik nog een neklamp gekocht. Super handig ding. Hier dan aan de onderkant. Je kan ze per lampje. Ik zal ze niet in je gezicht schijnen, want dan word je verblind. Kan je ze per lampje kan je ze aandoen. Nog feller, nog feller, nog feller en weer uit. Dus je hebt eigenlijk 3 standen. Ik vind het een heel handig lampje. Je hangt het om je nek. En je kan heerlijk breien. Je hoeft niet te groot licht aan te doen. Het enige nadeel is dat mijn man is er wat minder blij mee. Want als ze een beetje zo... Als je bijvoorbeeld, ik had laatst een dik vest aan. En dan zitten ze erop. En hij zit dan naast me. Het schijnt in mijn gezicht. En die met zijn rug naar me toe zitten. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dat je man met zijn rug naar je toe gaat zitten. En als ik tv aan het kijken ben, moet ik wel echt zorgen dat de dingen naar beneden gericht zijn. Want anders schijnen ze in de tv. En dat is gewoon irritant. En dat snap ik wel. Maar ik ben er heel blij mee. Ik had eerst een ander exemplaar voor 14 euro. Maar die was heel goedkoop en niet fijn. En deze. En daar moesten batterijen in. En deze kun je gewoon opladen met... Oh. Waar zit die opladen? Oh ja, zit hier volgens mij. Ja, oh ja, hier. Hier zo kun je hem opladen. Zie je, met zo'n dingetje kan je gewoon aan de oplader zetten. Dus dat vind ik ook heel duurzaam. Je hoeft geen batterij te gebruiken. Ik had niet goed opgelet bij die ander. Minder duurzaam dat je het terug moet sturen. Maar heel blij mee. Deze was volgens mij iets van 25 euro. Misschien ook iets duurder. Ik weet het niet. Ik zet hem ook hieronder. Nou, en wat ik nog vergeten was, is dat ik een heel mooi armbandje bij Jo weer heb gekocht. Deze. Ik had deze al. Deze is in zilver. Ik zal even deze afhalen, ik heb hem goed zien. Deze is in zilverkleur. Super mooie bandjes. En dit was de kleur cognac die ik had. Die is echt wel wat donkerder geworden in het dragen. En ik heb nu een donkerbruin bandje heb ik gekocht. Ik zal ook even die eraf halen. Even zo laten zien. En deze is in goudkleur. Ook volgens mij wel echt goud. Wat ze gebruikt, deze is ook ietsje duurder. Volgens mij, die andere zijn rond de 30 en deze zijn rond de 40 euro. Maar nog steeds, ja, ze gebruikt van allemaal natuurproducten. Het zijn Sami armbanden. En ga naar haar Instagram, ik zal het hier weer onder weer noemen. Voor deze armband als je die wilt hebben. En Jo maakt hele mooie dingen. Jo maakt ook hele mooie kaartjes. En volgens mij had ze samen met Truida, met deze kerst, hadden ze een samenwerking, hebben ze samen kerstkaart gemaakt. Jo heeft de kaarten getekend. En Truida, die prachtig kan dichten, heeft gedichtjes op de kaart geschreven. Of kerstwensen. Echt heel erg leuk. Daar wil ik dan ook gelijk mee eindigen. En ik wil eindigen om jullie echt hele mooie en fijne kerstdagen toe te wensen. Ik hoop dat jullie allemaal genieten met jullie familie. Of met je vrienden, of met kennissen, of met wie dan ook. Maar dat je er fijne dagen van maakt. Of misschien ben je gewoon lekker alleen en hecht je er niet zo aan. Ik hoop dat niemand zich eenzaam voelt, dat iedereen... een fijne dagen heeft. Want zeker in deze roerige tijd waarin de wereld gewoon in brand staat, op allerlei vlakken, politiek gezien, maar ook alle oorlogen die er op dit moment gaande zijn in de wereld, is er zoveel verdriet en zoveel... er is gewoon veel verdriet in de wereld. Dus ik hoop dat wij met elkaar een warmte kunnen uitstralen en dat wij fijne dagen hebben. En dat we het in ieder geval zorgen dat we het met elkaar goed hebben. En dat we ons richten op het kringetje om ons heen.
En ik kijk heel erg naar uit. Wij hebben kerstavond, hebben wij de kinderen met aanhang. En kijken we heel erg naar uit. En tweede kerstdag gaan we naar vrienden toe. En eerste kerstdag zijn we heerlijk samen. Gaan we lekker met z'n tweetjes gourmetten. Gaan we spelletjes doen. Dat gaan we waarschijnlijk ook op kerstavond doen. En ik kijk er naar uit. Ik vind het gewoon een heerlijk moment van even stil te zijn. En even, ja, te reflecteren op het afgelopen jaar. Ik zie jullie weer in het nieuwe jaar. En nogmaals, hele fijne feestdagen. En een allemachtige.